Hallo kijkers, door te kijken naar deze gloednieuwe video van Minecraft Hardcore Survival. Dit is de derde aflevering en ik heb hier even een offscreen gezorgd dat ik een villager heb met Fortune 3 voor maar 15 emeralds. Dus dat is een hele goede deal dat ik het Fortune boek kan kopen. Boek kopen, ik heb er maar één nodig. En dan hebben we nu een fortune boek. Het andere boek is zo'n mending boek. In de vorige aflevering had ik gezegd dat ik in deze video op avontuur zal gaan. Dat ga ik ook zeker doen. Ik wil oppassen voor de creeper. Ik wil niet dat die alles opblaast. Misschien krijgen we zelfs een music disc. Nee, toch niet. Oké, welke kant zullen we op gaan? Laten we eens even op de top van de berg kijken. We hebben Optifine, dus we kunnen een beetje inzoomen zonder een spyglass. Tijd voor een frisse duik. Hopelijk haal ik dit. Oeh, ik haalde dit net niet, maar ik leef nog. Ik was ook even vergeten dat het hardcore was, dus dat doe ik beter de volgende keer niet meer. We hebben hier wel veel mooie bloemetjes. Oeh, hier kan ik misschien wel ook een basis maken. Het is heel erg mooi. Ik denk dat ik later ga verhuizen naar deze plek, want die is echt mooi. Ik moet zeggen dat het ook heel mooi is om door deze rivier te varen. Hier hebben we weer een berg. Misschien is het ook leuk om in zo'n berg te wonen en dan zo'n hobbithole te maken. Is wel leuk. We hebben hier de zee. Misschien kan ik zoeken voor die van die gezonken schepen. Ja, dit schip is eigenlijk nog niet echt gezonken. Het drijft nog een beetje. Geen treasure map, maar deze loot is wel welkom. En daar is waarschijnlijk die map. Ja. Oké, het is nu even nacht. Maar hier ergens moet die treasure map zijn. En als het goed is, zit die altijd ergens ongeveer in het midden van een chunk. Dus ik ga even hier zoeken. Oh jee, ik zag zo'n ding. No way. Ik zei, wegwezen. Wegwezen, hier moet ik niks mee te maken hebben nu op dit moment. Waar is die trein nu? Oh, daar zit hij zeker. Oeh, helaas loopt hij die trein niet. Ah, eindelijk heb ik deze kist gevonden. Het heeft wel een tijdje geduurd. Ik heb hier al flink zitten hakken, zo te zien. En deze zombies gaan ook even dood. Zorg ze dood, zombies. Maar even... Oh, het zijn er veel. Even misschien beter terugtrekken en wat eten. Misschien is het tijd is om die suspicious stew te eten. Wat voor effect heb ik nu? Oh, een jump boost. En weer zo een denk in van mijn trident. Ja, daar zie ik erin. Oké, je moet oppassen voor die trident. Oeh, geen trident, maar koper en ons inventaris zit vol, dus ik kan het niet oprapen. Oké, wat zit er in de kist? Een diamond. Nog wat voedsel. Zo, ik denk dat dit alles dat we meenemen. Ja, laten we even nog verder gaan. Laten we nu naar die kant op varen. Ik denk dat ik weer op het land zal gaan. Oh, paarden. Nice. Oeh, zo'n portaal. Ik had mijn boot vergeten mee te nemen, dus moet ik maar zwemmen. Oh, een kist. Een golden apple is wel nuttig en sharpness 5 is wel sterk. Flint en steel wil ik ook wel meenemen. Het is wel een beetje donker, dus ik kan moeilijk zien. En deze is de creeper vechten. Oké, hij is dood. We hebben ook zeker meer experience nodig, want ja, het zal nog een tijdje duren voor we 30, level 30 zijn. Oeh, nog een sugarcane, maar een creeper bewaakt het sugarcane, dus deze moet ik dan nog uitschakelen. Het was wel een heel erg kort avontuurtje, maar we hebben toch wel wat gevonden. Ja, eigenlijk hebben we niet zo heel veel gevonden qua loot.
Alleen ja, we weten wel nu iets meer hoe deze wereld eruit ziet. We hebben niet genoeg voor een volledig setje boekenkasten. Ik moet nog een beetje leren verzamelen. Volgens mij heb ik nog helemaal geen spruce wood, dus ik ga ook wat straks daar wat spruce verzamelen. Oh, we hebben nu van die pillagers. Ik moet vooral zien dat ik die met de vlag niet kill. Oeh, wolven, die kunnen me misschien helpen. We hebben nu een hond. Dan kunnen we nog een tweede hond krijgen. Nee, jammer genoeg niet. Oh, ik zie ook dat ik nu twee zwaarden heb. Dat is helemaal niet nodig. Ga ik wel mee. Oh, een village. Het is gewoon een hele nieuwe village. Ik moet nog een naam bedenken voor mijn hond. Misschien weten jullie wel een naam. Kist, wat brood en wat hout. Maar niet zo heel goede loot. Brood kan ik wel meenemen en de sapling. Oh ja, de sapling is wel handig. Oh, de boekenkasten. Ja, daar had ik. Die had ik nog nodig. Oeh, hier nog koeien. Kan je die ook afslachten? Sorry, we hebben veel meer leer nodig. Oh, nog een koe. Opeens heb ik hier ook hier heel veel koeien. Oké, we zijn weer terug thuis. Oh, ik was ook nog vergeten dat ik ook nog dinges moet hebben, obsidian. Dus dat moet ik ook even mijnen. Nu kunnen we mooi obsidian hakken. Oeh, diamonds. Alleen ik kan die nu nog niet hakken, want we hebben fortune. En als ik die nu hak, is dat wel zonde. Oké, dit gaat wel een tijdje duren. Dus ik zie jullie zo weer terug. 14 moet er ook nog zijn. Oh ja, we hadden ook trouwens neemtags gevonden. Dus we kunnen zeker ook onze hond een naam geven. Tijd voor enchantment table. Dus we hebben 2 diamonds nodig. 4 obsidian en dan een boek. Ik ga ze even hier tijdelijk neerzet. Om die aan de kant duwen. Zo, dit moet al tot level 30 zijn, ja. Dat is een goede plek voor de portaal. Ik denk dat hier wel goed is. De hoeken ga ik gewoon van redstoneblok maken. En ik hoop echt dat we in een goede plek terechtkomen. Ik heb mijn hond wel hier voor het portaal laten zitten. Ik wil niet dat hij doodgaat in de nether. Ik ben hier gewoon even om wat kwarts te hakken voor XP. Oeh, de kwast is er al. Ik zal hem maar zo uitschakelen zeker. En turn to sender. Daarvan krijg je nog best veel XP. Oeh, level 30. En ik ga gewoon terugkeren. Hier kon ik ook gewoon makkelijk kwart zakken. En die kan ik dan misschien de volgende keer hakken. Oké, de pickaxe kan ik nu enchanten. Wat krijg ik? Efficiëntie, enkel efficiëntie 4. Maar ja, ik kan er ook nog fortune op zetten. Zo. En dan kan ik ook nog die diamonds daar beneden hakken die ik vond. Ik heb nu al 5 diamonds, maar hoeveel diamonds zal ik eruit halen? We hadden eerst 5 diamonds en nu hebben we er 17. Oeh. We hebben er wel heel wat bij gekregen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond ik deze video met je leuk. Laat dan een blauw duimpje achter en bedankt voor het kijken. Doei doei.